Hallo, het is maandag en ik voel mij iets beter dan gisteren. Dus fingers crossed dat het gewoon was door die fietstocht dat ik mij ineens zo slecht voelde. Ik denk dat ook het alleen zijn een beetje begint door te dringen. Zo'n videochat en zo, dat is toch allemaal niet hetzelfde als echt contact hebben met mensen. Eenzaam zijn begint moeilijk te worden. En dan hoorde van sommige mensen dat die dus echt iemand kennen die corona heeft of symptomen heeft of zo. En ik ken niemand, alleen in mijn directe omgeving heb ik dat niet. Dus ja, ik mag dan wel van geluk spreken. Maar nu zijn ze aan het zeggen dat het nog 8 weken zou zijn, deze situatie, tot half mei. Ik zie dat eerlijk gezegd echt niet zitten. Dat is nog 8 weken gewoon alleen zijn. Eindelijk. Ze zijn geleverd. Dan kan ik na mijn eten mijn vuilbakken in orde maken op het terras. Yes! Oké, ik ga nu mijn vuilbakken uitpakken en op mijn terras zitten. En dan de oude vuilbakken in mijn garage zitten. Ik zie er echt niet uit. Oké, dus we gaan onze vuilbakken uitpakken. Right, I'm ready to go to the store. Even naar de winkel. Nog wat fruit gaan halen, citroen, bananen, aardbeien. En gewoon eten. En daarna terug chillen. I definitely don't like having this all out. Like, I loved having it put away. Good morning. Het is dinsdag en nog altijd verkouden, maar het is wel beter dan gisteren en eergisteren, dus het is al wel goed. Ik weet nog niet goed wat ik vandaag ga doen. Ik denk gewoon chillen, maar misschien dat ik ook ga wandelen. We shall see. Ik heb juist 2 uur op TikTok gezeten. Oepsie! Het is nu 1:15. Misschien moet ik mij eens beginnen klaarmaken of zo. Oké, ik ga in actie schieten. Ik ga me klaarmaken. Dan ga ik even een beetje een oogmaskerje doen. Want ik weet niet wat dat is. Is dat van zo binnen te zitten de hele tijd? Of van het nog ziek te zijn? Maar deze is niet oké. Oké. En nu, let it work. Okay, I'm bored in a house and I'm in a house bored. Bored in a house and I'm in a house bored. Bored in a motherfucker in a house bored and I'm bored in a motherfucker in a house bored. Bored in a house, bored in a house, bored. Bored in a house, bored in a house, bored. I'm bored in a motherfucker in a house. Een wandelingetje maken. Beetje frisse lucht pakken. Peace. Thank you.
net thuis van mijn wandeling. Ongeveer 3 kwartiertjes gewandeld. Ik ben wel moe nu. Maar niet zoals gisteren, of niet zoals de zondag na het fietsen. Dus ik hoop dat het gewoon normale vermoeidheid is. En dat ik weer mijn verkoudheid niet erger heb gemaakt. Maar ik denk het niet. Fingers crossed. Ik ben eten aan het maken. Kip, groentjes, currysaus en idli. Goedenavond. Het is 10:15. Juist nog even gevideochat met vriendinnen. Nu aan het puzzelen met mijn thee en een muziekje. En ik ga even slapen als ik het beu ben. Ik ben blij dat ik mezelf, dat ik mijn eigen beter voel. En ik hoop dat mijn verkoudheid echt snel gedaan is. Dat ik me terug gezond voel. Maar ik ben ook al gewoon blij nu dat ik al wel wat beter ben. Dus oké. Morgen is een nieuwe dag. Bye.